Ik had het op school gehoord van dat je dat kan horen. En toen vroeg mijn mam dat ze kon opzoeken wat het was. En ja, toen zag ik een beetje wat het was en het leek me leuk. En dus deed Stef auditie om de nieuwe kinderburgemeester van Meijerijstad te worden. Ik ga naar groep 8 en ik woon in Sint-Oederode. Mijn hobby's zijn breakdance en tennis. En niet zonder succes, want uit alle inzendingen werd hij uitgekozen. Burgemeester Kees van Rooij ging bij hem op bezoek. Want op 26 september wordt Stef geïnstalleerd en zal Carlijn Koenen de ambtsketen aan hem overdragen. Hey, daar Stef. Hoe is het met jou? Goed. Mag ik binnenkomen? Ja. Okay. Het kiezen van de kinderburgemeester is altijd een lastig proces, want wij zitten in de laatste ronde en dan heb je kandidaten die er echt voor gaan en dat ook heel goed weten over te brengen. Ik ben elke keer weer verrast hoe goed ze zich weten te presenteren. Stef, die blonk wat mij betreft wel uit in zijn spontaniteit. En hij heeft duidelijk ook doelen voor ogen wat hij allemaal wil bereiken. En ja, dat wist hij goed te verwoorden. Alleen ik vond het wel een beetje jammer dat ik het niet meteen aan iedereen mag vertellen. Nee, want het was nog een hele tijd een verrassing natuurlijk. Ja. En ja, de installatie is er bijna. Ben je al een beetje nerveus? Vind je het spannend? Niet per se. Als kinderburgemeester krijgt Stef een aantal taken. Zelf weet hij al wat hem het leukst lijkt om te doen. Ik vind het ook belangrijk dat we anderen herdenken. Bijvoorbeeld bij de dodenherdenking een stukje vollezen en bij openingen van dingen. Ja, want ben je ook fan van lezen bijvoorbeeld? Ja, ik doe heel veel Donald Ducks lezen. Ja, dat zijn vooral representatieve taken hè, voor de kinderburgemeester. En dat is bij allerlei momenten in gedurende het jaar, van Sinterklaas tot en met dodenherdenking of wat dan ook. Maar wij variëren dat ook een beetje met wat de kinderburgemeester zelf wil. Stef is misschien nog vrij jong. Toch weet hij al heel goed wat hij belangrijk vindt in Meijerijstad. Burgemeester Van Rooij ziet dat als een mooie ontwikkeling. Ik wil sowieso wel dat er genoeg groen blijft. Want zonder groen is er geen leven. Nou, natuur. Wij vinden het belangrijk, kinderen zijn toch de toekomstige burgers. En dat kinderen meepraten, meedoen. En ze weten tegenwoordig heel goed het te verwoorden en wat ze willen. En dat is belangrijk. Jong mee participeren vinden wij echt van belang. Stef wordt op 26 september geïnstalleerd in het bestuurscentrum in Sint-Oederode.